Sowieso ruim 100 meter van het startpunt. De auto versnelt. En de start is gevallen. Start valt, Sion Font wil de kop graag hebben. Aan de buitenkant gaat City Guide mee. Kilimanjaro ligt aan de relingzijde. De vierde plaats is voor Usain Lobel. Rustige start voor Flavius. Zo gaan de paarden de eerste bocht in. Leiding is daar in handen van Sion Font. Galoppade daar van Kilimanjaro. Die lag tweede. Nu niet meer. En de leiding gaat overgenomen worden door City Guide. Uitgeschakeld nummer drie galop. City Guide, de nieuwe leider. Daarachter op de tweede plaats ligt Sion Font, net als in de kwalificatieproef. En de derde plaats daarachter is voor Usain Lobel. En op iets achterstand ligt Flavius. Komt de eerste tussentijd aan, dat is een stuk vlotter dan in de vorige koers. 1-0-6-6, dat zien we niet heel vaak in Wolfga. City Guide leidt, City Guide, daarachter Sion Font en daarachter Usain Lobel. En Flavius denkt 1-6-6, dat hoeft voor mij niet zo. Die opent gewoon een 1-10 en ligt er een paar lengte achter. Zo gaan de paarden de bocht door en het tempo gaat nu iets uit de koers. Het is City Guide die leidt. City Guide wordt gevolgd door de favoriet Sion Font. Daarachter Usain Lobel die klaargemaakt wordt voor een koers in Zweden. En dan een paar lengte daarachter Flavius. Zijn de paarden in de rechte lijn voor de tribune. We hebben straks nog één ronde te gaan. Tempo is duidelijk naar beneden. Benieuwd naar de tussentijd. 13-3, dan gaat het toch nog best wel hard, die eerste kilometer. Eerste kilometer in de 1-10. En het is City Guide die leidt. City Guide, dan liggen we op baanrecordkoers. Daarachter op de tweede plaats Sion Font. Daarachter is het Usain Lobel en een paar lengte daarachter Flavius. Drie paarden en dan Flavius. Zo gaan we de Z-Turf-bocht door. En eens kijken wat er in die tweede kilometer nog mogelijk is. Het is City Guide die als een schaduw wordt gevolgd door Sion Font. En daar weer achter ligt Usain Lobel. Ze gaan de paarden de rechterlijn overzijde in. Eens kijken wat er in de tank zit bij City Guide. City Guide gaat de volgende tussentijd zometeen neerzetten. Sion Font volgt hem en daarachter gaat Usain Lobel half naar het tweede spoor. 14-8 de tussentijd. 14-8 en nu komt de versnelling van City Guide. City Guide gaat versnellen. Had even een halve lengte te pakken, maar die heeft Sion Font alweer dichtgelopen. En aan de buitenkant is echt naar het tweede spoor gegaan, Usain Lobel. Dus gaat Sion Font nu ook. Gaan de laatste bocht nu in. En het is City Guide die leidt. En inmiddels zijn ze halverwege de Tjarda-bocht. En nu gaat Rotegat aan het werk. Hij probeert de trucendoos open te trekken. Eens kijken of City Guide nog een keer kan versnellen. Sion Font kan het in ieder geval wel, want die komt er al schuin naast. En Usain Lobel ligt er vlak achter. Sion Font is er al voorbij. Sion Font neemt over. Usain Lobel komt er nu ook aan. En City Guide valt wat terug. En zo gaan ze de laatste meters in. En het is nog niet beslist. Aan de buitenkant komt Usain Lobel dichterbij. 15-4 de tussentijd. Maar Usain Lobel vergist zich in de gangen. Gaan op weg naar de streep. En het is heel makkelijk Sion Font, want Usain Lobel gaat van de benen. Tweede City Guide. En derde, ja hoor, gewoon Flavius. 12-8 voor de winnaar.